ABBA-parlementariër Ronnie Brunswijk heeft gisteren in DNA zijn emoties niet in bedwang kunnen houden tijdens de behandeling van de initiatiefwetwijziging wet op staatsschuld. Tijdens zijn betoog raakte de parlementariër verhit. Hij noemde het parlement een poppenkast en vroeg zich af wanneer het parlement ondergeschikt is geworden aan de regering. DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva had moeite om hem tot bedaren te brengen. Parlement is ook een college van staat. En wij dienen de regering te controleren. Maar ik zie dat wij nu het parlement ondergeschikt maken aan de regering. De regering geeft opdracht, dat is wat ik weet, aan het parlement. Nu moet ik dan niet te coaliseren, ik kom. Wat ik hier wil zeggen is, wanneer wij zien dat de regering fouten maken, dan dient het parlement de regering te corrigeren. Maar wij zien juist hier dat de regering zeg maar, doet wat hij wil. En die krijgt backing van het parlement die dat moet corrigeren. Dan men zegt hier, ja, dat ding is een poppenkast. En nu is het echt een poppenkast geworden. Is waar, ja. Nu pas is het een poppenkast geworden. Want alles wat de regering wil, wordt hierdoor gedrukt. Lid Brunswijk, en dat kan niet. Wij zijn hier om het... Ja, lid Brunswijk, even... Ik ga u zo meteen laten uitpraten, maar vanuit de stoel, lid Belgor. Brunswijk kreeg bij val van zijn collega parlementariër Edward Belfort, die buiten de microfoon begon te schreeuwen. Ook Diana Pocky liet zich niet van haar beste zijde zien. Voorzitter, als de ABO-fractie stelt dat die prioriteit van de NDP een verkeerde is, omdat de situatie in het land het niet toelaat om binnen... Die wet is 18 oktober ingediend. En omdat jullie het prioriteit stellen, de NDP met een toevallige meerderheid... Geen dan toevallige behandelen jullie het binnen 5 dagen. En dan gaat u de voorzitter, de ABOP, de fractieleider van de ABOP, gaat u corrigeren. Dat is de bevinding van de ABOP. Daaraan komt u niet. Het is een verkeerde prioriteit en daarom keuren we het af. Goed. Dat moeten jullie weten. Ja. Ik kan niet helpen, lid Pocky. Ik kan niet helpen dat het volk heeft bepaald dat u in de minderheid bent. Als het nou toevallig of niet toevallig is, ik kan dat niet helpen. Daarom is het geen toevallige meerderheid. Is wat het volk heeft bepaald en daar moeten we respect voor hebben. Het is niet toevallig. Dus als ik u daarin weer corrigeer en u vindt dat ik het niet goed doe omdat ik u daarin corrigeer. Ik voel me geroepen om het wel te doen, want we dienen de democratie te bewaken. Achtereenvolgens ABBA-parlementariër Diana Pocky, gevolgd door het antwoord van DNA-voorzitter Melvin Bouva. De behandeling van de wijzigingwet op de staatsschuld heeft gisteren voor enorme opschudding gezorgd, zowel in als buiten het parlement. Het was de bedoeling dat de behandeling van deze wetswijziging vandaag zou worden voortgezet. Vanwege quorumgebrek vond deze echter geen voortgang.